Het lijkt wel een verlaten oorlogsgebied, zegt correspondent Dick Draer over zijn eerste indruk van Sint Maarten, een dag nadat orkaan Irma het eiland zwaar geteisterd heeft. Draer arriveerde vanuit Curaçao, samen met Nederlandse mariniers en een grote lading hulpgoederen, op de ZRMS Pelikaan in de grotendeels verwoeste haven van Sint Maarten. De toeristenkraampjes die normaal gesproken de kruisebootpassagiers moeten verwelkomen, liggen verspreid over het hele gebied. Ik vond sloffen, sigaretten en andere souvenirs tussen het puin. Het lukt Draer nog niet om verder de stad in te komen, omdat militairen eerst willen nagaan of dat wel veilig is. Hij kan alleen via de zoomlens op zijn camera de schade in zich opnemen. Ik zie alleen maar verwoeste huizen. Plundere Draer proeft een grimmige sfeer. Er is een probleem met de watervoorziening en een deel van de bevolking is aan het plunderen. De politie heeft toestemming gegeven om goederen mee te nemen, heeft Draer gehoord van Defensie. Dat moet je denk ik vertalen als we zijn met z'n tweeën tegenover een menigte van 500 mensen, dus laten we maar niets doen, anders krijgen we problemen. Winkeliers zouden de plunderaars ook laten begaan, om problemen uit de weg te gaan. Draer hoort van zijn contacten in de stad Pilipburg dat de mensen hier het idee hebben dat de buitenwereld Sint Maarten vergeten is. Dat komt waarschijnlijk omdat het lang duurde voordat de hulpverlening op gang kwam, gezien de totale chaos en het wegvallen van telefoon- en internetverkeer. Het vrijmaken van de luchthaven heeft de grootste prioriteit voor de mariniers. Dankzij inspanningen van militairen uit Aruba is de landingsbaan weer bijna klaar om in gebruik te worden genomen. Het eerste hulpvliegtuig in Curaçao wordt in de avond, lokale tijd, verwacht. Morgen worden hier zo'n 300 militairen uit Eindhoven heen gebracht. De haven is nog niet vrijgemaakt. Wij zijn nu aangemeerd, maar veel schepen kunnen er niet bij vanwege de chaos, zegt Draer. Dat is na het vliegveld een belangrijke klus voor de militairen. Ook wordt hulp gevraagd bij een gevangenis, vlak bij de haven, waar een van de muren dreigt in te storten. Als die leegloopt, hebben we een nog groter probleem.